En nou ligt er een moeder eend erin. Als ze al eitjes hebt, ik denk het al wel, maar ze was gisteren met het nest bezig om te maken weer, want dan was hij toen gevoeld. Van die meneer Kusje. Maar nou ligt er een eend op, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, ik heb mij er natuurlijk bij me. Spessiebonen, karbonaden, dat is die... yoghurt, mayonaise, weet ik veel. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat witte heet. Maar in ieder geval, het is met yoghurtzoet gemaakt. Maar het is lekker, verfrissend. Ik heb het ook altijd bij de patat tegenwoordig. Het zijn die potjes met die groene dekseltjes. Ik heb een watertje erbij en een koffie erbij. En ja hoor, het spattert weer, want het is echt de poort te zien. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Want daar zijn jullie bij aanbeland. Ja, ja. Het is vandaag alweer dinsdag de 4e van de 6e 2024. En ja, schrik niet. Het is al 15:34. Ja, de reden dat ik laat ben, dat is te wijten aan onze kleine meid Rijka. Die loopt weer al die tijd over te geven. Ja. Ik weet het niet. Ja, ze hebben gisteren allebei, in het donker, ik zag het amper, staan te eten buiten. Had weer eentje eten gestrooid en ik zag het te laat. Ja, dus ja, wat het was, ik weet het niet. Elwing heeft nergens geen last van, maar ja, de kleine hoopie weer wel, hè. Ja, en dan moet ik lachen. Ik vroeg net aan Google Hub hoeveel graad het is. Zegt ze 17, maar in het scherm staat 18. In de computerscherm staat 19. In mijn telefoon staat 18, maar die heeft gevoelstemperatuur erbij. Voelt als 17. Ja, wat is het nou? Nou weet ik het echt niet meer, hè? 19, 18, 17, wat is het? Het scheelt 3 graden, hè, met elkaar. Dus ja, hoe dan? Ik niet weten. Maar ja, in ieder geval, het komt allemaal wel goed. En ik doe gewoon mijn vest en mijn dunne jas aan. En we lopen iedere keer al in de winterjas. Het is bizar, hoor. Ja, het is bizar. En anders doe ik wel mijn winterjas schoon aan, want je weet het op die hoek ook niet. Hoe en wat. En dan gewoon geen vest eronder. En ik heb een 3/4 mouwtje aan en ik heb een t-shirtje eroverheen. Dus ja... Koud zal ik het dan wel niet hebben. Nee toch, maar ik denk, die hele dunne jas, die is niet winddicht. Mijn vest is niet winddicht. Ik denk toch, ja, bij de poort is het 25 graden. Ja, hoe dan? Echt lachen? Ja, echt. Maar oké, lieve vrienden. Ja, we gaan, omdat Rijka dus weer heb lopen te spoken, ja. Dan val je, je doet haar te slapen, dus daar word je zo moe van. En op een gegeven moment ben ik weer in slaap gevallen en Rijka gelukkig ook. En ja, daardoor ben ik dus pas ja, een uur geleden, anderhalf, yes, misschien 2 uur geleden wakker geworden. Maar dan moet je bijkomen en ik had wat hoofdpijn, even een medicijn ingenomen. Ik denk, nou, en ik had ook rugpijn, ja nog, maar niet zo erg meer. Dus ja, dan neem je toch wat in en hopen dat het wordt opknapt. Nou, het is opgeknapt, maar je bent nog wat sloeg en alles, ja. Ik kan er niks aan doen, het is nou helemaal zo. En dan komt het ook nog door die lucht, die bewolking steeds. Dan word je ook zo moe en lammel en dacht van waarom nou niet het zonnetje? Ja, heel skierzielig komt ze er doorheen, maar dat is dan ook al.
Ja, het is meer bewolking dan wat anders. Nou, niet leuk dus, hè. Nee. Wie vindt dat wel leuk, die bewolking? Wie kan daar goed tegen? Nou, ik dus niet, maar ik vraag het aan jullie. Kunnen jullie er tegen? Geef daar eens antwoord op. Ik heb de laatste tijd helemaal geen reacties meer gezien. Hé, ik zie wel wat anders. Dat moet opgeruimd worden in de werkmap van Roderick. Ja. Oké, nou, doe ik straks wel. En ik moet weer vlogs in elkaar zetten, hè. Dus ja, ik kan niks beginnen. Ik kan niet met jullie eventjes de hort op. Ja, met de meiden lopen, dat is al. Maar ja, of je dan wat ziet, dat moet je ook maar afwachten. Maar ja, maakt ook allemaal niet uit. Als Karin weer terug is, dan wil ik weer eventjes naar... hoe heet dat daar nou? Ja, daar lopen allemaal die dieren, die herten en even daar naartoe, weet je wel, die geitjes. Nou, even kijken weer, dat is al, een jaar, anderhalf jaar geleden dat ik daar geweest ben. Nou, daar wil ik dan weer even heen, ja, dat vind ik zo leuk, hè. Ja, dus dat doen we wel weer en dan moet eerst Karin ook weer terugwezen enzovoort, ja. Ik wilde best wel blijven helpen hier en daar, maar ook ik wil een klein beetje vakantie gaan houden, ja. Het zijn met Rijk even op pad, op de booster. En daarna is een keer met Elwing op pad, op de booster. Tenminste, dan kan die lopen, kan die het zweet eruit rennen. En ja, een keertje allebei, weet je, zo op die manier. Gewoon een paar keer, ja, even wat doen met ze. Ja, toch? Ja. Hou maar. Hoeven niet. Juist, goed zo. Dus ja, dat dus. Dat is de bedoeling een klein beetje. Ja, en ik had nog een geheugenkaartje die ook in mijn GoPro-camera kon. Maar ja, waar ik die gelaten heb, Joost, mag het weten. Ik niet te weten, nee. Maar in ieder geval voor nu zeg ik gewoon, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. En nou ligt er een moedereend erin. Als ze al eitjes heb, ik denk het dan wel. Maar ze was gisteren met het nest bezig om hem te maken weer, want dat was natuurlijk kapot. Van die meerkoetjes. Maar nou ligt er een eend op, dus ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, ik heb de meiden natuurlijk bij me. Dat begrijpen jullie wel. Dus ik ben benieuwd. We houden deze weer in de gaten voor jullie. En daar zwemt Meeuw. En die is ook takjesboel aan het verzamelen. Ja. Dat is helemaal leuk, helemaal leuk. En deze twee, die staan gras te eten. En ik moet me later eigenlijk vasthouden. Of tegenhouden met mijn, nou ja, mijn achterwerk. Dus ja, dat dus. Ja, helemaal goed, we gaan weer lopen. Ja, tot later. Ja, ik vroeg net al, gaat het goed? Want er ligt er eentje heel zachtjes te zagen. Er moet een parkje omgezaagd worden of zoiets. Wie weet moet ze dat doen van de overheid, ik weet het niet. Maar ze ligt zo lekker te zachtjes te snurken. En dat is Elwing dus. Ergens weer lekker met de drieën bij elkaar. Wat een genot om dat te zien. En ja, het is geen geurcamera, maar ik heb sperziebonen opstaan. Ja, en dat ruik je gewoon. Heerlijk, verse sperziebonen. Wat wil een mens nog meer? Oh, hij slaat gelijk. Hoepsie, mistig, mistig. Wat die doet. Even helder worden. Nou ja, spersiebonen dus, ja. Spersiebonen, lekker, lekker, lekker. Ja, ja, ik heb een afwas staan, maar het is niet een vaatwasser vol. Dus ja, het is straks weer een bad afwassen en een mist afwassen.
en een vark en ik moet nog vlees bakken. Dus ja, komt helemaal goed. En wat voor vlees? Nou, dat gaan we ook even erbij pakken. Wat voor vlees hebben we hier? Nou, ik zal eens even gaan bewonderen. Een ribcarbonade. Lekker, lekker, lekker. Twee stuks. Ja, dat gaan we straks lekker bakken. Ik doe het lekker ook in de schuppan. Ja, dus het komt helemaal goed. En ik ben nu bezig. Net begonnen, terwijl ik de spesjeboon aan het schoonmaken was, heb ik geluisterd naar de filmpjes van Karin van één vlog. Losse filmpjes staan nou daar ook in. Eventjes. Andere hand. Die staan dus hier weer waar ik de muis in beweeg. Kijk. En dan ga ik even naar geluisterd terwijl ik in de keuken zat. En dan weet ik dus waar het over gaat. En ja, die naam heb ik erbij in een tekstdocument neergeschreven. En waar mijn muis nu op staat, dat is het begin. En die staat daar al in. En daar gaan we zo meteen verder mee beginnen. En die er bovenin staat, links in de hoek, dat is het eind. Dus ik moet dat er helemaal eerst gewoon ingooien en daarna de bovenste. Dus ja, dat gaan we zo meteen allemaal eventjes doen. Het is raar gek weer. Dat vernam ik al met lopen. Ik had mijn winterjas wel aangedaan, maar op de terugweg kon ik dat gedeelte open doen. Tenminste, langs de grote weg kon ik dat open doen. Eerder niet, want op die hoek daar, dat was het totaal niet warm. Daar had ik hem echt wel nodig. Maar ik ben de hoek om, toen had ik nog wind tegen. Later viel dat weer mee. Toen kon ik dit open doen. Maar ik kwam weer het hoekje om bij de brug. Moest ik hem weer een stukje dicht doen. Dus ja, de wind dat is... Dat draait maar rond, denk ik. Weet het niet. En toch waait het niet hard op zich. Nee. We hebben ook een heel klein beetje speldenregen gehad. Was zo niet heel dat er 3-4 drupjes op de poort gezien. Ik denk, oh, het gaat regenen. Maar het heeft niet doorgezet, dus nee. Maar het is wel bewolkt, grijs. Ja, niet leuk meer. En ja, Rijka die is niet helemaal happy. Nee, die heeft twee of drie keer overgegeven. En als ze weer op de grond komt en ze gaat er weer uitrekken met een maagje op de grond, dan weet ik al hoe laat het is, dan moet ze alweer naar buiten. Zolang ze ligt te slapen, ligt ze lekker te slapen. Ook heb ik Karin weer gezien, ja, even via videobellen op WhatsApp, helemaal leuk, helemaal goed, helemaal aardig. En die zaten lekker te smullen, dus ja, bon appétit, maar dat hebben ze ook alweer op. Morgen gaan ze geloof ik in een zwembad hangen of zoiets. Nou, dat merken we wel in haar vlogs. En deze vlog die ik nou in elkaar ga zetten voor haar, dan die komt pas online op. Ja, op. Nee, staat daar niet. Zij doet dat anders. 12 juni. Nou, dan is ze ook alweer terug van vakantie. Want daar heeft het ook over dat ze dan alweer terug zijn wanneer jullie dit zien. Oftewel, onze abonnees, haar abonnees. Ik weet niet wie van mijn abonnees bij haar ook op het kanaal zitten. Dat weet ik niet. En ik weet ook niet wie van de abonnees bij mij op mijn kanaal zitten. Nee. Dat zou ook wel eens leuk wezen om dat te weten. Dus ja, vertel het maar. En ik heb nog iets mede te delen. Houd jij je wafel of niet? Ik moet even dat minimaliseren. Ja. Nou weet ik even niet waar dat staat. Want ik had iets genoteerd. Maar die kent trouwens weg. Ja, er was iemand. Godje dikke, maar ik ben zijn naam kwijt. En ik had een... Hoe heet dat? Ja, godje. Oh, dat is dat. Ja, dat hoeft niet.
Ik ben echt even wat kwijt. Ik ben helemaal mijn boekje zoek. Er was een meneer die mij volgt. Die wou hebben, tenminste die vroeg, wanneer ik mijn haar in een andere kleur zou doen. Er zit nog steeds een beetje roze in. Maar hij zal toch even geduld moeten hebben. Want ik heb nu gewoon... Wat gebeurt er nou allemaal? Ik weet het niet. PNG, hè? Opslaan. Weg ermee. Weg. Die meneer, ik had een noodkaart met zijn naam erop. En ik ben bang, dat ik die weggegooid heb. Beeld. Ja, je weet het nooit, hè? Soms gooi je iets per ongeluk weg, wat niet weg had gemoeten. Snap je? Terugzetten. Waar die terugkomt, weet ik niet. Ik niet weten. Maar in ieder geval, die meneer die vroeg wanneer ik een ander kleurtje haar kreeg, zou krijgen. En een kleurtje wat hij graag wou. Maar ik kan nu niet een afspraak maken met de kapper, omdat ik dit allemaal maak voor Karin, ook dat ik echt aan het werk ben. En ik zie zijn hele naam nergens meer tevoorschijn komen. En daar baal ik ontiegelijk van. Wacht even, daar misschien? Erbij? Nee, dat is van Mirjam. Maar Mirjam die spreek ik momenteel ook niet, dus daar wacht ik mee. Ik weet niet waar die is. Onze Mirjam Edeveld. Ja, waar ben je? Maar ik kan momenteel niet vinden. Hoe dan? En daar baal ik van. Ja, echt. Ik snap er echt helemaal niks van. Oh jee, oh jee. Ik niet te begrijpen. Die kan weg. Dat was hetzelfde dan een ander. Oh, daar zal het misschien in staan. Dat kan nog. Ja, dat kan. Ja, maar dat heeft niks. Een naam. Oh ja. Ja, ik heb hem al. Ja, ik heb hem gevonden. Paul Huizer. Ja, Paul Huizer. Lieve man. Ja. Lieve maatje, je bent mijn maatje op Facebook. Ik kan je verder niet, maar je volgt me ook, wat ik natuurlijk hartstikke top vind op YouTube. Maar ik kan het momenteel nog niet doen, omdat ik ook voor mijn dochter vlogs in elkaar moet zetten. Dus wanneer ik het kan doen, dat weet ik ook niet. Ik hoop in ieder geval wel voor mijn verjaardag en dat is 23 juni. Lukt het niet? Nou ja, dan moet je me nog met deze koep nemen. Ja, kan er ook niks aan doen. Er zijn momenteel even andere prioriteiten dan mijn haar. Ja, het liefst doe ik het voor mijn verjaardag. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Laten we het daar maar op houden. Ja, ik ga nou dus verder, lieve vrienden. Ik weet nou waar die staat. Ja, onze Paul Huizer staat in een aparte map. Met nog meerdere dingetjes wat ik niet kwijt wil. Om mijn bureau blad. Hoe heet dat? Te opgeruimd te houden. Ja. Dus. Dan kan die weer sluiten. Ja, want ik was daar al bezig. Nou, ik ga nou een vlog voor Karin in elkaar flansen. En dan verder met mijn eten en vanavond doe ik er eentje voor mezelf. En
hoop dat jullie het even hebben gehoord, dat ze inderdaad wat snurkt. Nou, zo leuk, zo leuk. Geweldig. Maar in ieder geval, ik ga gauw aan de start, want anders wordt het allemaal veel te laat. En ik moet ook tussendoor de meisjes nog weer uit doen. Ik ben blij dat in ieder geval GTST momenteel is afgelopen. Dit begin 22 augustus weer, ja. Dus ik heb wel wat meer ruimte, omdat ik een half uur erbij heb. En dus, maar dat komt wel allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En een hele fijne avond. Tenminste, smakelijk eten. Bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Tot later. Ja, speciebonen, carbonade. En dat is die yoghurt mayonaise, weet ik veel. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat witte heet. Maar in ieder geval, het is met yoghurt of zoiets gemaakt. Maar het is lekker, verfrissend. Ik heb het ook altijd bij de patat tegenwoordig. Dat zijn die potjes met die groene dekseltjes. Ik heb een watertje erbij en een koffie erbij. En ja hoor, het spattert weer, want het is weer op de poort te zien. En ik heb ook even gekeken bij de buialarms. Daar komt een heleboel aan, zeggen ze. Maar ga ik de andere pakken? Dan zie je dit. Dus ja, welke moet je nou geloven? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, dat is dat er onder in de lucht zit. Want ik heb er wat onweershoofdpijn erbij gekregen. Maar of dat hier losbarst, Joost mag het weten. Dus, maar ik ga lekker eten. Dat weet ik lekker wel. Ja, dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appétit. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn er weer om jullie een welterusten te wensen. Want het is al 2:38. Kijk, de computer geluid, de televisie heb ik al uit. Ik denk dat de lichten boven nog aan doen via Google Hub. En de lichten hierom uit via Google Hub. Dus dat is zo gedaan. En natuurlijk, want het is mij weer veel te koud. En ik heb ook koude voeten. Ik neem gewoon ook weer gezellig een hete kruik mee naar bed. Ja, en mijn kindjes natuurlijk. Ze liggen weer zo lekker, alle drie naast elkaar. Oh, lief, oh, lief, oh, lief. Ja. Dus dat dus. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel trusten, lekker slapen gaan, een mooie dromen en doe niet wat ik ook niet zou doen. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht en daarom zeg ik gewoon graag dat aan de andere kant van de nacht. Doei doei!